Het is de Kamerikse korfbalclub SDO gelukt om als promovendus in één keer door te stromen naar de landelijke hoofdklasse. De Kamerikkers wonnen de kampioenswedstrijd met 21-17 van Heerenveen. Heel uniek wat we gedaan hebben. Ik kan nog steeds niet geloven dat we met zo'n kleine club toch weer in de hoofdklasse staan. Met eigen spelers, er wordt geen cent betaald bij ons. Ja, je ziet het publiek. Heel Kamerik loopt uit. Heel Kamerik houdt zich ermee bezig. Ja, het is echt geweldig dit. Ik ben helemaal zo blij, ik kan het bijna nog niet geloven. Maar het is weer waar, net als vorig jaar. Ik ben zo ongelooflijk blij. Nou, het verloop van de competitie zal het er wel aan te komen. Maar als je dit vooraf gezegd had, kijk, dan zijn de kanshebbers hoofdzakelijk Nieuwekerk, Antilopen, Drachten. Wij zijn de promovendus, dus ja, dan doe je het goed als je het jaar na weer promoveert. Dus eigenlijk wel onverwachts, ja. Ja, als je dan kampioen wordt, na een jaar na promotie, dat is natuurlijk machtig. Dat gaat gevierd worden hier. Kun je hier wel zien aan de achterkant nu al. Het is nu al een gek huis. Dus ja, dat is fantastisch. Wil je nog meer Woerden TV? Ga dan naar onze website voor actueel nieuws, exclusieve foto's en nog meer video's. En wil je als eerste het laatste nieuws? Voeg ons dan toe op Facebook en Twitter. Kijk Woerden.tv.